Hallo. Lea. Het is vroeg. We staan op het vliegveld. Dat kan natuurlijk maar één ding betekenen. We gaan weer op reis. En deze keer naar El Salvador en Guatemala. Helemaal zin in. We gaan weer lekker op backpack trip. En we nemen jullie natuurlijk weer mee. Dus ja. Veel kijkplezier. We zijn ondertussen in de Dominicaanse Republiek en we gaan nu het vliegtuig pakken naar El Salvador. En we hebben een heel speciaal verzoek aan de piloot, want vandaag speelt Nederland. Dus we gaan vragen of we misschien de tussenstand mogen horen in het vliegtuig, anders missen we de hele wedstrijd en dat kan natuurlijk niet. Ah. We zijn inmiddels geland in El Salvador en de piloot wilde helaas niet meewerken. Dus we hebben nog geen idee wat de stand is. Oh, we zijn echt zenuwachtig. Ja, ze moeten als het op 5 minuten spelen. Dus we rennen zo'n vliegtuig uit. En dan meteen op de wifi hopen dat het er is. Ja. Oh nee. We zagen alleen maar appjes. Oh, één na laatste minuut. Niet! I know. Fuck. Ai, ai, ai. Oh, dat meen je niet. 90ste minuut scoorden ze. Klaar is het nu. Ja, flikker op. Is het serieus? Wat onterecht. Wat kut, wat zuur. Is het nu klaar? Ja. Ze hebben in de laatste minuut gescoord. Engeland laatste minuut gescoord. Oh, hou op. Hou op. Oh my god. We kunnen dus nog steeds niet echt op internet of op de NOS of zo, maar we krijgen dus net een appje dat Engeland in de laatste minuut heeft gescoord. We zijn aangekomen in El Salvador en Anouk heeft meteen plaats genomen op de presidentstoel. Ze wens ons welkom. Yeah, vamos. Nou, we zijn het vliegtuig uitgelopen en we hadden het net over van, oh, wat is het hier vredig en we horen de vogeltjes wat fluiten. Wat aardige mensen allemaal. Ja, en we lopen één hoek om en er komen 4 politieauto's. Maar gewoon met pick-ups, ja, gewoon pick-ups en met allemaal geladen wapens. Ah, daar is onze bus. Later gaan we verder. Ciao. Jullie het een beetje kunnen zien en horen, maar het regent echt hoppiehard. En we zijn 3 bussen verder, maar nu zijn we een beetje gestrand omdat het laat is en de bus niet meer gaat. Dus we nemen het laatste stukje een taxi en dan zit deze reis nog er bijna op. We zijn aangekomen in het hostel. Eindelijk jongens, we made it. Maar we hebben nog niet gegeten, het is nu 8:30, dus Anouk, ik zag ergens verder van de straat een soort huisje met zakjes chips. Dus we gaan kijken of we daar wat kunnen scoren. Het regent dat het giet. En we zijn al 14 uur onderweg. Ik maar heb geen regenjas meegenomen. Dat mag de pret niet drukken. Ja, dat is ook een beetje ambition dom. Maar ja. Let's go! We staan hier dus achter voor tralie. Hekwerk. Chips en cola te kopen omdat we gewoon nergens meer kunnen eten. Maar that's the backpack in life, you know. We zijn gearriveerd bij onze accommodatie. Woehoe! We hebben een heerlijke privékamer, helemaal top. En we zijn echt super leuk ontvangen ook. Ja, die guy was echt tremendo. Super aardig. Ja. Helemaal warm welkom. Ja. Helemaal sfeervol kamertje. En wij gaan nu even de samenvattingen, de interviews terugkijken. Ja. In onze oranje shirts. De voor- en tegenspoeten. De oranje droom is dus helaas over. Maar gelukkig hebben wij een goede reisdag gehad naar onze eerste accommodatie in El Salvador. En toen we net aankwamen in het land, bij het vliegveld, zagen jullie een filmpje waarin we iets opmerkelijks wilden uitleggen. Maar net toen kwam onze bus aan en konden we dus niet afmaken. Dus die hebben jullie nog van mij te goed. Nou, om een beetje de context te scheppen. El Salvador is een land dat jarenlang is geteisterd door geweld van bendes. Mensen konden niet veilig over straat en er werden veel moorden gepleegd. Kortom, niet een land waar je nou direct naartoe op reis zou gaan. Nu sinds een aantal jaar is er een nieuwe president
En die heeft een zero tolerance beleid ten opzichte van geweld. Hij heeft de grootste gevangenis ter wereld gebouwd en iedereen die verdacht is wordt opgepakt en in die gevangenis gestopt. Het is omstreden, maar het heeft het land wel een stuk veiliger gemaakt. Maar goed, zo'n politiestaat, daar heb je natuurlijk alsnog een bepaald beeld bij. Dus wij kwamen dat vliegveld uit, heel benieuwd wat we in El Salvador zouden aantreffen. Hoe zal dat land nou zijn? Anders dan andere landen waar we al zijn geweest. Nou, toen stapten we het vliegveld uit en toen kwamen we terecht in een heel vredig groen parkje. De mensen die er waren, waren super aardig en hielpen ons graag om de bus te vinden en worden vogeltjes fluiten. Het was echt een soort paradijs. Dus wij waren helemaal van, wow, wat grappig. Dit is totaal niet wat we ons erbij hadden voorgesteld. En toen we bij de straat kwamen, waar de bus zou aankomen, zagen we dus iets opmerkelijks. Er kwam een pick-up aanrijden met ongeveer 10 militairen achterin, die allemaal met een groot geweer, ik heb er geen verstand van, misschien Kalashnikovs, paraat stonden. Die geweren lagen over de rand van de pick-up en zij lagen erachter alsof ze in een oorlogsgebied waren. Dus wij waren van een paradijs waarvan we dachten van wow, is dit El Salvador? Werden we eventjes met beide voeten op de grond gezet door die pick-up die langs reed. Nou, dat was dus het opmerkelijke wat we zagen. Voor de rest hebben we gelukkig nog niet veel van de geweld en de militairen gezien. Dat was dus waar onze wow, oh my god reactie vandaan kwam. Maar goed, dat is natuurlijk wel de realiteit van zo'n land waar een zero tolerance beleid tegenover geweld is. Ik ben benieuwd hoe we dat in de rest van de reis gaan ervaren. We zijn in ieder geval nu veilig aangekomen en hebben zin in morgen. Buenos dias. Buenos dias! We zijn heerlijk wakker geworden hier met een super mooi uitzicht. We zijn in het dorpje Huayoa, een pittoresk koloniaal dorpje. En het is onderdeel van La Ruta de las Flores. En dat zijn 6 eigenlijk koloniale dorpjes met ieder een eigen kenmerk. Dus we gaan vandaag de dorpjes ontdekken. Yes, we hebben lekker een scooter gehuurd en gaan zo op pad. Dus kom met ons mee! We zijn nu dus in Huayoa, de plek waar we ook slapen. En hier heb je een heel leuk parkje en een mooie kerk. We zitten lekker te ontbijten. Het heet hier Bloemcafé. Nou, helemaal leuk. We hebben hier ook nog een heerlijk ananas gember limonadetje. Oeh, heel lekker. Mijn oog valt alweer op iets. En het hangt daar. Hoe leuk. Het is helemaal van dunne stof. Helemaal fotogeniek. Dat wisten jullie nog niet, maar Tijm heeft vroeger dwarsfluit gespeeld. En blijkbaar is dat ook een lokaal instrument hier. Deze zijn handgemaakt. Het is wel moeilijk hoor, om een goed geluid uit te krijgen, maar het is mooi. Je hebt ook een heel gefocust bekje erbij. Ja, een echt Andes instrument. Dit is ons bakbeest, jongens. Onze nieuwe scoot. Serieuze helm ook erbij. Vamos. Jongens, we gaan naar het dorpje Nahuizalco. Let's go! Thank you.
deze hond denkt, als ik maar heel lief blijf zitten, dan krijg ik vast een stukje. We zijn hier in Naui Zalco, een van de plaatjes van de Ruta de las Flores. En dit plaatje staat bekend om de Piviles gemeenschap. Er is hier een heel mooi museum over, alleen die is helaas gesloten. Dus we gaan nu op zoek waar het wel is. Nou, we hebben het gevonden, het museum. Ik ben heel benieuwd wat het inhoudt. Ik denk dat dit het hele museum is, maar we gaan hier vast leuke dingen leren. De lokale taal in het dorpje is dus Nahuatl en dit betekent welkom. Nou, hartstikke leuk. Oeh, once again? Ah, and that means welcome. Bienvenidos. Fue durante mucho tiempo la fuente de ingresos de nuestro cultivos acá en Naui Zalco. Dit is de morrovrucht van de boom die typisch is voor El Salvador. En die vrucht die laat ze dan dus drogen. En die maakt ze vervolgens tot zo'n mooi kommetje. En het wordt veel gebruikt om water uit te drinken bijvoorbeeld. De lokale bevolking maakt dus ook heel veel gebruik van planten als medicijnen. En dat doen ze eigenlijk nog steeds. Als je hier bijvoorbeeld vraagt om paracetamol, dan hebben ze het vaak niet en proberen ze het nog steeds op deze wijze te genezen. Dit gebruiken ze dus als matrassen en sommige mensen slapen er nog steeds op. Het schijnt dus wel heel cool te zijn. Hier zien jullie ook staan dat El Salvador een belangrijk koffieland was. Er waren eigenlijk vier belangrijke grondstoffen voor El Salvador, namelijk katoen, anjil, koffie en rietsuiker. En anjil is een bloem waar ze pigment uit halen. En dit kunstwerk hier, dat is gemaakt van het blauwe pigment van de bloem. En daar maakten ze ook heel veel kleding blauw mee. Totdat ze veel meer kunstmatige stoffen gingen gebruiken om de kleding te verven. En toen verloor de anjil eigenlijk zijn waarde. En ging dus ook de economie van El Salvador achteruit. Dus werden ze extra afhankelijk van de koffie. Maar toen in de wereldwijde crisis van 1929 ging de prijs van koffie enorm omlaag. En nou, dat zorgde voor heel veel opstanden en de overheid wilde gronden van de mensen innemen om toch inkomsten te behouden uit de koffie. En daar kwam het volk tegen in opstand met alle gevolgen van dien. 1932 was echt het dieptepunt voor El Salvador. Dat was echt een jaar van genocide waarin de helft van de bevolking uiteindelijk is vermoord. Echt op de meest verschrikkelijke manieren. Neergeschoten, verkracht, opengesneden, verbrand. Dus dit is echt het zwarte bladzijde van El Salvador. Door alle verschrikkelijke dingen die hier zijn gebeurd, durfden mensen eigenlijk niet meer de traditionele klederdracht te dragen. En ook niet de taal te spreken, omdat ze anders echt het risico liepen vermoord te worden. En nu hebben ze dus een soort nieuw initiatief om in deze huidige tijd, waarin er weer meer vrijheid is, kinderen opnieuw de taal en de cultuur mee te geven, zodat het niet verloren gaat. Het is hier overal ook zo rustig op straat. Heerlijk. Clever time in Apaneca. Zijn wij het volgende dorpje beland. Oh, en op de scooter kreeg ik het ineens koud. Ik denk dat het toch echt een beetje de warmte van de zomer is. Dus we zijn aan het wachten op onze lunch, inclusief barbecue wel. Want waarom niet? En hier ziet u weer een prachtig park. En even voor de goede orde, ik heb van mijn zonnebril op en volgens mij is het ongeveer 26 graden. Dus ja, je bent van een beetje kou kleum. Dat klopt. Daar is het, lekker opwarmen. Cheers! Salut! We zijn beland in het volgende dorpje, Concepción de Ataco. Dit dorpje is ook echt bekend vanwege alle mooie street art. Ondertussen
hebben we onweer gehoord en wordt de lucht steeds donkerder. Dus we hopen dat we droog thuis komen. We gaan even boodschappen doen, zodat we niet weer vanavond in de regen, in het donker, in het hostel zitten zonder eten. Let's go! De laatste ingrediënten voor het avondeten halen we even hier op de markt. Hola! En nog even een broodje voor morgenochtend. Nou, we zijn helemaal uitgekomen op een gezellig pleintje hier. Dit is mijn gangster wifey. Op een scootertje. Gevaarlijk. Nou, wij gaan weer naar huis toeren. We hebben veel dorpjes gezien. Was erg leuk. Hasta luego. Joejoe. Wij zijn na 10 uur dorpjes bezoeken en de hele scootertocht weer terug bij het hostel. We zijn een beetje aan het instorten. Even aan het uitrusten. Maar het was een superleuke dag. We hebben een heerlijk avondmaal gecreëerd. We gaan lekker eten in het hostel. Een hele goede morgen. Het is dag 2 in El Salvador en we gaan vandaag watervallen ontdekken. Het is weer lekker zonnig en wij zitten hier lekker aan ons ontbijtje. We hebben een bolletje op de markt gescoord zoals jullie hebben gezien. Lekker komkommertje, tomaatje, queso de crema. Heerlijk. Wat we trouwens ook echt super... Oh, hi. Hallo. Wat we trouwens ook echt super chill vinden in de ochtendroutine, is dat het hier wel lekker zonnig is en warm, maar niet zo bloedverziekend heet. Kan ik lekker mijn skincare doen goed zonder voor dat ik de skincare, ja. Dat je gewoon uit de douche komt en niet meteen weer denkt, ik kan nog een keer. Helemaal top. Op naar de watervallen. We zijn begonnen met de hike naar de watervallen en we hebben net de scooter hier bij een soort erf gezet. En toen kreeg ik echt een nachtmerrie, want ik ben dus echt geen fan van vogels en kippen en dat soort dingen. Er was, jij moet even beamen dat het echt eng was. Er was gewoon een kalkoen die mij ging aanvallen omdat ik een rode helm op had. Omdat je een rode helm op had? Dat zeiden die mensen. Oh, hij houdt niet van rood en mijn helm was rood. Daarom ging hij helemaal zo naar mij toe. En ik was doodsbang. Dus ik rende echt weg. Helemaal door de modder geslijt. Ik kreeg paniek van jou. Ik dacht, wat is er aan de hand? Die scooter viel om. En uiteindelijk werd die kalkoen met de stok weggejaagd. Oh, wat een nachtmerrie. Ik ben helemaal in die modder gesplashed ook. In mijn vluchtgedrag. En veel mensen doen dit dus met een gids. Deze tocht naar de watervallen. Maar we hadden mensen in het hostel gesproken die dat met een gids hadden gedaan. Die zeiden, nou eigenlijk was het niet echt nodig om een gids te hebben. Dus die hebben ons op de kaart laten zien hoe we moeten lopen. Die man zei net wel van, ja doe wel echt voorzichtig. Want je bent gewoon de enige. Dus als je valt, dan kan niemand je helpen. Maar goed, we doen voorzichtig. We zijn net een paar houthakkers tegengekomen. En we hebben nu het goede pad naar de waterval gevonden. Oniva! We made it! We zijn bij de watervallen. We hebben nu gids Isaya, Nuestro guía. En die leidt ons naar de 7 watervallen. Superleuk, dus let's go! De eerste 3 watervallen hebben we dus zelf ontdekt en zijn we eigenlijk op eigen houtje gaan lopen. Maar daar kwamen we mensen tegen die wel gids hadden en een van hun groep die was dus bij de verdere route van de 7 watervallen gewond geraakt en werden echt door meerdere gewaarschuwd dat we wel echt een gids moesten nemen. Dus we hebben nu voor het laatste stuk voor die 7 watervallen toch een gids, een hele leuke en toch wel fijn, want we zijn al door allerlei binnendoor wegjes aan het lopen die we anders echt niet hadden gevonden, denk ik. Ik heb
heb net lekker gezwommen in de watervallen. Het was super koud water, maar wel echt een heerlijk gevoel. En nu voel ik me helemaal alive en kicking. En onze gids gaat nu van deze waterval afspringen. Oh mijn god. Eeuw. Kijk, dit was een week geleden. De gids laat ik nu zien. Die enorme slang zat in die waterval. Als ik dit had geweten, joh, dan had ik hier echt nooit in gegaan. De oversteek. Hou de tas droog, hè, schatje? Ja, en de schoenen ook weer droog. We staan hier aan de voet van een volgende waterval. En onze gids zei net doodleuk. Oké, hier gaan we naar boven. Dus wij gaan over deze rotsen hier naar boven klimmen. Om nog wat extra watervallen te zien. En om de uitgang te bereiken. Dus succes! Nou, ik ben er net doorheen. Nu gaat Anouk. Kleddernat. Daar gaat ze. We hebben nu ongeveer 30 à 40 meter al geklommen. Je ziet het niet heel goed, maar het is best wel steil. Nu wordt het gelukkig wat makkelijker. Net klommen we echt door het water en nu zijn we weer op het droge. Lekker douchie. Nee, we gaan gelukkig daar naar links. En niet hierop. En hier is nog de laatste waterval, een volgende. Ook prachtig weer. Oh, daar is hij weer. Hij is nu wel rustig, maar ik blijf hier. Wij hebben zo'n geweldige dag gehad vandaag. Fantastisch mooi waar we waren. Het was super leuk. Ja, geweldig. En we hebben nu een lekker ananas gembersapje verdiend. Cheers. Mm. En we hebben er meteen maar even een lekkernij bij genomen. Ik heb een brownie. En Tijn heeft een lekkere cheesecake. Smakelijk. Dank je. Hey, hey. Wij zijn even uitgerust en opgefrist na deze geweldige dag. En wij gaan nu lekker eten. Bij helemaal zin in. Kuani. Kuani. Dezelfde eigenaar als waar we lekker hebben ontbeten gisteren. En vandaag wat heerlijke sapje hebben gedronken. Dus we hebben oogverwachtingen. We zijn lekker aan de wandel naar het restaurantje. Je ziet hier dus ook echt veel honden op straat, maar ze zien er een stuk beter uit dan op Curaçao. En ze zijn veel rustiger. Oh my god, hoe leuk ziet het eruit! Nou, nog heel onontdekt, maar echt een topplekje. We hebben een romantic dinner bij kaarslicht. En we komen nader tot elkaar met het dieper vragen. Maar ja, ik ken deze knaap natuurlijk ook alweer 9 jaar. Ja. Dus ja. Bijna 9 jaar. We gaan al way, way back. We gaan al diep. Lekker sausje ook wel. We hebben echt heerlijk gegeten hier bij Kawani. Het is een soort nieuwe hotspot, denk ik bij. Het is nu helemaal leeg. We zijn de enige in het restaurant. Ze gaan hier ook nog een hostel bij openen. Dit is het hostel wat in aanbouw is. Nou, het ziet er helemaal veelbelovend uit. Als we hier over 10 jaar terugkomen, dan is het volgens mij helemaal booming. Dus zeker een tip als je naar El Salvador gaat en hier in de buurt bent om hier even lekker te eten.